Valentijn, de dag van de liefde. Misschien heeft u wat moois gepland. Of misschien bent u verliefd. Wij zijn vandaag in de Mall of the Netherlands en gaan kijken wat mensen met Valentijn gaan doen. Viert u Valentijn? Nou, een soort van. We kopen wel iets leuks voor elkaar, maar that's it eigenlijk. Sowieso op de hele wereld wat meer liefde mag zijn. En dat we alleen maar als we lief zijn voor elkaar, dat de wereld ook veel mooier wordt. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we allemaal lief zijn. Hashtag doe's lief. Viert u ook Valentijn? Nee, ik werk met Valentijn. Maar verder heb ik niet echt plannen om Valentijnsdag te vieren. Ga jij Valentijn vieren? Natuurlijk. Heb jij ook een Valentijn, een vriendje? Ja. Hoe heet hij? Lotje. Oeh, wat leuk. En ga je hem ook een kusje geven? Ze is een meisje. Oh, ze is een meisje. Je vindt haar heel lief. Vieren thuis bij onze moeder. Heb je geen vriendje? Nee. Nee, meestal worden we wakker en dan zitten er hartjes snoepjes op tafel en krijgen we een kaart. Oh, jullie krijgen speciaal Valentijn cadeautjes. Ja. En hebben ook, ik heb voor iets voor mijn zusje gekocht en mijn zusje ook iets voor mij. Dus. Nou, bijna niet. Eigenlijk elke dag. Eigenlijk elke dag. Dus zoveel bijzonder aan de 14e doen we niet eigenlijk. Nee, dat niet. Ik vier Valentijn. Ja, samen met mijn kinderen. En ik maak er altijd wel iets leuks van. Ik Valentijn, nou dat is een goeie. Nou ja, ik laat me graag verrassen. Ik weet dat hij iets gaat doen, maar wat, weet ik nog niet. Happy Valentine.